FC Groningen heeft zaterdagavond met 1-1 gelijk gespeeld tegen RKC. In Waalwijk zorgde Kees Kwakman vlak voor rust voor de Groningse voorsprong. 10 minuten voor tijd kwam de thuisploeg via Art van Peppe op gelijke hoogte. Toch was het bij Groningen vooral de tweede helft absoluut niet goed. We spelen gewoon absoluut nog niet goed genoeg en daar moet echt verandering in komen. Want nu speel je tegen RKC met alle respect, maar als je zo bij Ajax uitspeelt, dan verlies je gewoon met 6-0. Omdat je gewoon aan de bal veel te weinig brengt. En ja, dat moeten we gewoon echt verbeteren. Ook als de tegenstander er wat druk op gooit, dan zullen we sterker aan de bal moeten zijn. Dan moeten er meer automatismes in komen. Dat moet beter en we verliezen deze wedstrijd al niet. Dus daarin hebben we echt goede stappen gemaakt. Nou ja, als we nog twee stapjes omhoog willen, twee plekjes, ja, dan zullen we aan de bal echt moeten verbeteren. Het verhaal is dat wij het de eerste helft goed gedaan hebben. We hebben afgewacht naar RKC wilde niet echt per se. En wij wilden ook niet in hun kracht spelen. Dus wij hebben gedaan wat we moesten doen, vind ik. We komen ook op 1-0, dat moment. Nou, daar zijn we sterk in. Dus dat was prima. In de tweede helft was het ook weer hetzelfde verhaal, compact willen spelen. Maar dan moet je eruit counteren. En dat hebben we nagelaten. En daardoor hebben we RKC te veel uitgenodigd in onze eigen 16 op een gegeven moment. Dus nou, we hadden twee waarschuwingen gekregen, met twee kansen. En de derde kans gaat er dan in. 5 minuten voor tijd werd Michael de Leeuw naar een ongelukkige botsing met Snijder van het veld gestuurd. Ik denk dat de scheids of iemand... dacht dat ik een slaande beweging maakte, maar dat was niet het geval. Ik denk, we lopen met de koppen tegen elkaar aan en tot mijn verbazing krijg ik de rode kaart. Ja, want er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Nee, dat was het ook niet. Dus daarom vond ik het was het voor mij ook een verbazing dat ik rood kreeg. Je gaat er ook vanuit denken dat deze gewoon wordt kwijtgescholden? Ja, daar heb ik geen enkele twijfel over. Geen enkele twijfel. Door het gelijkspel staat FC Groningen op de 11e plaats in de Eredivisie. Met 16 punten uit 14 wedstrijden. Zondag komt Heracles op bezoek in de Euroborg.